De politie bevestigt dat het inderdaad om een misdrijf gaat. De 24-jarige vrouw uit Didam, die dood is aangetroffen in haar woning, is om het leven gebracht. Haar vriend is opgepakt. Dag, dames en heren. Hoe gevaarlijk is het rijden op een quad? Er zijn veel vragen na een dodelijk ongeval bij Winterswijk. Hoe is de quad afgesteld? Heeft de meneer ervaring? Is het overschat? Slecht weer? En na 9 jaar asiel heeft hondje Dito eindelijk een baasje. Ik denk, ja, we hopen dat we nog 5 of 6 mooie jaren kunnen geven. De politie bevestigt dat het inderdaad om een misdrijf gaat. De 24-jarige vrouw uit Didam, die zaterdagavond dood in haar woning is aangetroffen, is volgens de politie om het leven gebracht. Haar vriend is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De buurtbewoners zagen hoe de 29-jarige man, slechts gehuld in zijn onderbroek, uit de woning werd meegenomen door de politie. Ook vandaag is het politieonderzoek naar de dood van de 24-jarige Didamse nog in volle gang. Zeilen ontnemen de blik op de woning van het koppel aan de Hooiberg. Het onderzoek van de technische recherche dat zondag begon is nog lang niet afgerond. De politie denkt ook nog morgen de hele dag nodig te hebben voor het onderzoek. Buurtbewoners die vertellen mij dat de politie hier wel vaker op de stoep heeft gestaan in verband met het koppeltje. Afgelopen donderdag waren ze hier nog en daarvoor ook zeker nog 1 keer. Maar waarom de politie daar zo vaak kwam, dat zegt de buurt niet te weten. De 24-jarige Didamse werkte als kapster. Haar 29-jarige vriend zat in de beveiliging. Ze woonden nog maar 8 maanden in het appartement aan de Hooiberg. In de buurt doen verhalen de ronde dat de vrouw met een mes in haar nek is gestoken. De politie wil dit niet bevestigen. De buurt is in shock en wil niet voor camera. Heel erg geschrokken. Ik ben er nu nog van streek. Het is verschrikkelijk. Ik durf niet naar buiten te gaan. Ik moet de krant ophalen. Ik durf het gewoon niet. Want boven u is nog steeds het onderzoek gaande eigenlijk, hè? Ja, de hele nacht. Ik heb geen oog dicht gedaan. Wat waren het voor mensen? Gezellige mensen, gewoon spontaan ook. Je kunt het gewoon niet geloven dat zoiets hier in de buurt overkomt. En in zo'n nette buurt. De opgepakte vriend zit inmiddels in beperking. Dat houdt in dat hij gedurende het onderzoek geen contact met de buitenwereld mag hebben. Het dodelijk ongeval gisteren in Wold, het buitengebied van Winterswijk, doet flink wat stof opwaaien. Een 30-jarige man botste met zijn quad op een boom. En natuurlijk rijst dan de vraag, hoe gevaarlijk is het eigenlijk om te rijden op een quad? Op deze plek ging het zondag laat in de middag mis. De weg werd afgesloten en de politie deed onderzoek, maar wil daar niets over zeggen. De dode is een 30-jarige man uit Delfschouw, maar het is onduidelijk of het zijn eigen quad was. In deze flauwe bocht vlakbij Wold is hij in ieder geval van de weg geraakt en aan de linkerkant van de weg vol op een boom gebotst. Bij KXD Pro in Winterswijk verkopen ze quads. Ze vermoeden dat het geen gehuurde quad was, maar verder zijn er vooral vraagtekens. Hoe is de quad afgesteld? Heeft de meneer ervaring? Is het overschat? Slecht weer? Vooral die wegen, smalle wegen wat we hier in de regio hebben. Als je al iets te hard gaat en met de juiste snelheid en de juiste hoek, dan ga je wel over de kop. Of je hebt geen controle meer over. Het is wel lastig. Niet iedereen mag zomaar een quad besturen. En zeker niet op de openbare weg. Ja, in principe, je hebt dus de quads met een kenteken en zonder kenteken. Nou, die met kenteken heb je alleen je autorijwijs voor nodig. En als de regels of we gaan er niet goed mee om zoals het hoort, ja, dan krijg je ongelukken. Zijn hele leven heeft de 9-jarige Dito doorgebracht in het asiel. Op zoek naar een baasje is het hondje heen en weer gesleept van asiels in Almere, Hilversum en de Bommelerwaard. Maar nu, vlak voor de kerstdagen, heeft Dito eindelijk een thuis gevonden. Eindelijk kan Dito kerstmis vieren met een eigen familie. Na 9 jaar in kennels heeft hij nu een plekje op de bank waar iedereen hem goed kan aaien. Hoe kun je een dier zo lang geen thuisje hebben gegeven? En ik denk, ja, hij is al 9 bijna. Ik denk, ja, dan hopen we dat we hem nog 5 of 6 mooie jaren kunnen geven. Op zoek naar een vriendje voor hun zoon Damian kwamen Petra en Vrouwtje terecht bij het asiel in Bruchem. Daar viel een oog meteen op de Amerikaanse Stafford met zijn lange geschiedenis. Omdat hij geen familie heeft gehad, ja, dat vonden we heel erg. Ik kan het eigenlijk nog niet beseffen dat mensen zoiets doen.
Dito is nog maar een paar dagen in Nijmegen bij het gezin van Roesel. Maar ze weten al zeker, terug naar het asiel hoeft hij nooit meer. Nee, echt niet meer. Ik blijf hem houden. Ik hoop dat hij het ook zo ervaart. Dat hij zich happy voelt. Straks, hij kreeg ruim 350 kaarten van kijkers en luisteraars uit Gelderland. En nu stuurt veteraan Sandy een kerstboodschap terug. Happy New Year. Everybody keep well. Een 49-jarige man uit Nijmegen is door de rechtbank in Arnhem tot 5 jaar zelf veroordeeld voor een poging tot doodslag in zijn woonplaats. In oktober vorig jaar schoot de man in de buurt van appartementencomplex De Spiegelhof meerdere keren richting een auto waarin 2 mensen zaten. Een van de kogels raakte de auto, maar er vielen geen gewonden. De straf is extra zwaar omdat de schietpartij op klaarlichte dag in een woonwijk plaatsvond. Een ernstig ongeval gisteravond op de snelweg A2 bij Enspijk. Rond 11 uur botste een auto in volle vaart achterop een vrachtwagen. De zwaargewonde bestuurder zat bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de snelweg werd tijdelijk afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Hij werd in november met veel bombarie als verlosser van Vitesse binnengehaald. Maar nu, 1,5 maand later, vertrekt Keisuke Honda alweer. Het contract is op zijn verzoek ontbonden. De Japanner zegt gefaald te hebben met het helpen van de club en trainer Slutsky, met wie hij eerder samenwerkte in Moskou. Maar na 5 competitienederlagen op rij vertrok de coach en Honda belandde op de bank en kreeg kritiek op zijn fitheid. Mogelijk wil hij zich via een Japanse club in de kijker spelen voor de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. Het is net geopend langs de A2, het eerste klimaatneutrale crematorium van Gelderland. De elektrische crematieoven die werkt op zonne-energie en dat is een doorbraak. Want voorheen verbruikte een crematie net zoveel gas als een gemiddeld huishouden in 1 week. En dat is zonde voor het milieu, dacht deze uitvaartondernemer. Dit is een elektrische crematieoven. Een oven die, zoals je ziet, toch wel anders is dan in menig ander crematorium. Alleen al door het feit dat hij midden in de ruimte staat. Hij werkt op elektriciteit, op zonne-energie zelfs. Maar die zonne-energie wordt nog niet zelf opgewekt. Er zijn nog geen eigen zonnepanelen te bekennen. Die komen later nog. Dus wordt voorlopig groene energie ingekocht. Naast de elektrische crematieoven zijn er meer duurzame maatregelen. Er komt natuurlijk warmte bij die processen vrij. Die warmte die slaan we op. Die gebruiken we voor de verwarming van onze beide gebouwen. Onder andere de vloer wordt ermee verwarmd. Maar we leveren de warmte ook af aan onze buurman die daardoor ook warme voeten heeft. En ons gebouw bestaat volledig uit duurzaam hout. De eerste elektrische crematie is geweest. Hoe was dat? We zijn er heel nerveus van geweest, hoewel je goede simulaties kan draaien van tevoren of het gaat lukken. Waren we er heel zeker van dat het goed zou gaan, maar als het dan ook goed gaat is dat wel heel erg fijn. Maar we zijn zeer tevreden, ja. Hoe oefen je dan met zo'n crematie over, zo'n elektrische? Dat gaat softwarematig. Zelfs met het eventueel uitvallen van de stroom kan het cremeren doorgaan. Als de elektriciteit uitvalt, dan blijft de oven op zijn temperatuur. Dan brengen wij er via handmatige processen het luik open, het lichaam naar binnen en gaat de verbranding toch gewoon door. Niet alleen hier in Beest geloven ze dat elektrisch cremeren de toekomst heeft. Ook uitvaartorganisatie Dela is bezig om volgend jaar in Bemmel een elektrische crematie over te plaatsen. Onrust in Jeruzalem. En dan heb ik het niet over Israël, maar over de Jeruzalembuurt in Nijmegen. Er is verontwaardiging over de plannen van de woningbouwvereniging om 220 woningen te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Bewoners maken zich grote zorgen om een fikse huurverhoging. Opknappen is veel te duur, zegt woningcoöperatie Thales over de 220 woningen in de Nijmeegse Volkswijk. En dus moet er nieuwbouw komen en gaan de huizen die er nu staan plat. Tot ontzetting van de mensen die er wonen. Aan de ene keer komen ze hier even vertellen dat je huis gesloopt wordt. Terwijl het eigenlijk niet nodig is, vind ik. Mijn huisje is gewoon een paleisje voor mij. En dan komen ze met dat op je dak. Nou, dan ontploft iemand, of niet? Maar dat was echt een shock. Voor mensen die al lang in de wijk wonen, betekent een nieuwe woning ook een huurverhoging van honderden euro's per maand. Kijk, ik moet direct 300 euro meer gaan betalen. Plotsklaps in één keer. Nou, dat is een flinke slok, dacht ik, of niet? Zo in één keer, dat gaat niet lukken. Wie kan dat betalen in één keer in de maand 300 euro meer? Voor mij wordt het echt een rampscenario qua financiën. Thales erkent dat het om fikse huurverhogingen gaat voor mensen die er al lang zitten. Dat zijn forse verhogingen. Daar krijg je natuurlijk ook iets anders voor dan dat je nu hebt. Daar krijg je een nieuwe woning voor. Maar desalniettemin, dat is een forse stijging van de huurprijs.
De mensen die straks zo'n huurprijs moeten gaan ophoesten, maar dat niet kunnen, weten niet meer hoe ze het hebben. Ik ben best wel wanhopig, ja. En zo zijn er wel meerdere mensen hier. Ja, wanhopig. Als ik eraan denk, word ik wanhopig. En niet alleen. Ik weet van meerdere mensen die in een hele benarde situatie terecht kunnen komen. En daar doet Thales, vind ik, veel te makkelijk over. Toch denkt Thales dat niemand om financiële redenen wordt gedwongen om de wijk te moeten verlaten. Wij hebben de overtuiging dat met de huurprijzen die wij vragen, met 650 euro huur en mensen met lage inkomens die in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag, dat iedereen terug zou moeten kunnen. Als het aan de bedenker ligt, moet het een grote kersttraditie worden. De kerstparade in Twello. Gisteren werd die voor het eerst gehouden en volgens de ondernemersvereniging is het een groot succes. Ho, ho, ho! Wat we graag willen is dat mensen wat langer in Twello verblijven. Dat het leuk is om hier rond te lopen. Deventer heeft Dickens, om ons heen hebben ze allemaal hun eigen ding. En misschien krijgt Twello dan wel de kerstparade. Geweldig, ik vind dat er veel meer mensen mee moeten doen. Heel leuk initiatief. Kerstman bestaat niet. Ik heb er wel heel veel gezien. Ja, er is maar eentje dan. De kerstman bestaat niet, dat is maar alleen maar in films. Ik vind het reuze gezellig. Grote opkomst, hè? Is een opsteker voor Twello, toch? Ik vond het een hartstikke leuke opdracht. Het was nog een beetje klein, maar ik neem aan dat het in de komende jaren wel een beetje groeit. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! Ja, tot slot nog even dit. U weet het misschien nog wel. Hij kreeg meer dan 350 kaarten van Gelderlanders. De 97-jarige veteraan Alexander Sandy Kortman, die vocht voor onze vrijheid, brak de harten van kijkers en luisteraars. En nu stuurt Sandy ons vanuit zijn woonplaats Aberdeen in Scotland deze kerstwens. Merry Christmas, all you Dutch people. You're so very kind to me. And a happy new year. And everybody keep well. En yeah, happy people in het jaar. Big wave. Merry Christmas! Merry Christmas! Big wave! Ja, held. Krijgt u nog het weer van Britta van Gent? Het is vakantietijd en dan willen heel veel mensen natuurlijk weten, Britta, ja, wat gaat het worden? Ja, de kerstdagen staan voor de deur en het worden groene kerstdagen, kan ik alvast verklappen. Want we hebben de aanvoer van hele zachte lucht nog steeds vanaf de Atlantische Oceaan. En de temperaturen blijven voorlopig dan ook vrij hoog voor de tijd van het jaar. Nou, daarbij vandaag vanuit het westen steeds meer bewolking en uiteindelijk verspreid over de provincie toch ook wel een paar buitjes. Deze gaan langzaamaan wel naar het oosten toe wegtrekken en vanavond is het dan op de meeste plekken droog. Hier zien we ook wat opklaringen onze kant op komen, maar daarachter zit ook alweer een volgende storing en daar hebben we morgen met name mee te maken. Nou, dit is het plaatje van vanmiddag. Veel bewolking. Hier zien we de opklaringen boven de Noordzee klaar liggen. Daar hebben we met name dus vanavond mee te maken. In de loop van de nacht gaat de bewolking toenemen, maar het blijft op de meeste plekken nog wel droog. Temperaturen daarbij van een graad of 5. En morgenochtend komt dan langzaamaan ook die regen de provincie inzetten. En dan kan het soms ook echt eventjes stevig doorregenen op sommige plaatsen. De temperaturen komen wederom wat hoog uit, zo'n 8, 9 graden. Er staat ook iets meer wind vanuit zuidwestelijke richting. Op veel plekken toch wel een windkracht 4. Nou, en dan de twee kerstdagen, die zien er eigenlijk helemaal niet zo verkeerd uit. Met name eerste kerstdag toch regelmatig de zon erbij, ook wat stapelwolken en op de meeste plekken droog. Temperaturen daarbij van een graad of 8. Met wat opklaringen in de nacht kan het wel een wat koude nachtje worden na tweede kerstdag. Met dan temperaturen lokaal rond het vriespunt. En donderdag dan vervolgens weer af en toe zon. In de loop van de dag echter ook weer wat bewolking en tegen de avond pas regen. En dat dan bij een graad of 6. En tot zover het Gelders nieuws, meer via onze app en onze site. Daar ook meer over de gifstof die is aangetroffen in de Arnhemse gevangenis een paar weken geleden. Ik wens u een fijne avond.